Dag, mijn naam is Art van der Tuuk. Ik ben burgemeester van de gemeente Westerkwartier. En ik richt mij tot u omdat we steeds meer vormen van criminaliteit via de digitale hulpmiddelen zien. De computer, de telefoon. Dat is de reden waarom ik graag even met u daarover in gesprek ga. Een van de vormen die we zien is dat u gebeld wordt. Ineens, onverwacht. Iemand van de bank. Ja, er is wat met uw bankrekening, er is wat met uw pinpas. Als u nou de codes even geeft, dan regelen wij het voor u. Foute boel. Weet, een bank doet dat nooit. Leg meteen de telefoon neer. En mocht u ergens toch nog twijfel hebben, leg dan ook die telefoon neer. Zoek op uw eigen manier op waar u de bank kunt bellen. En neem zelf contact op met een eigen opgezocht nummer. En gaat het toch mis, wat we allemaal niet hopen, doe dan aangifte. Laat de politie weten dat het gebeurd is. Schaam u niet, het kan iedereen overkomen. Want juist door aangifte te doen, kunnen we kijken of we de daders kunnen te pakken krijgen. En dan zijn er ook nog andere manieren van fraude. Wat we ook steeds meer zien is via die hele mooie mobiele telefoon en WhatsApp, om maar wat te noemen, dat u ineens een vraag krijgt. Hé, met je dochter, met je zoon, ik kom geld tekort, wil je even 100 euro overmaken? Ook dat zijn bijna altijd vormen van criminaliteit. Ga er niet op in. En maak met uw naasten zelf afspraken over als er ooit is wat is, je dan wel in communicatie met elkaar kunt komen. En spreek daarin iets af. En het beste is natuurlijk altijd, als er echt iets is, heb gewoon het fysieke contact. Het is ook mijzelf wel gebeurd de afgelopen periode dat ik merkte dat mensen in mijn omgeving dachten een mailtje van mij te krijgen. Zo'n mailtje met van, beste raadslid, je moet even helpen. Ik heb een probleem. Klik even op deze link. Met vriendelijke groet Art, de burgemeester. Ik ben het echt niet. Ik zou dat nooit doen. En zo zie je hoe criminelen steeds proberen mensen op een fout been te zetten en geld afhandig te maken. Wees alert, ga hier nooit op in.